Is er iets mis met de staatsloterij? Kansberekening leert dat het bijna niet anders kan. Waar gewerkt wordt met miljoenen, gaat het onvermijdelijk mis. De staatsloten worden voor het merendeel per giro gekocht. Maar nog altijd gaat er in kleine sigarenwinkels, loesje postkantoortjes en keurige woonhuizen contant geld over de toonbank. Ja hoor. Ja. Ik vind het ook veel... Het lijkt me veel meer geluk geven, hè? Om het gewoon bij de collectrice zelf te kopen, het lot. Spuugt u er ooit op? Altijd. Zo? Spuugt u om... Altijd. Ja. Dat lijkt me dat voordeel boven dat bestellen per giro, hè? Dat lijkt me zo onpersoonlijk. Dat doen ze daar niet, hoor. Nee, precies. Nou ja. Dat is een hele vijfje. Ze doen het misschien wel, maar je weet het natuurlijk niet of ze het doen. Waar heeft u die gaten? Mag ik die hebben? Die zijn van u, alsjeblieft. Ja, hoor. Ja. Kom maar. U heeft de loten. Veel succes met de loten, mevrouw. Wat is er mis met deze miljoenenhandel in geluk? Meneer Lam, wat is er mis met de staatsloterij? Met de staatsloterij is er zelf niets aan de hand. Ik mag u wel zeggen, dat is de beste loterij van Nederland. Er wordt 70% van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd. De totale inleg is een half miljard. En er wordt 350 miljoen aan prijzen uitgekeerd. Voorwaar niet niks. Wat er naar ons idee wel mis is met de staatsloterij, dat is dat de staatsloterverkopers, collecteurs en debitanten toch in een uiterst moeilijke positie verkeren. Sinds 1974 zijn zij ambtenaar geworden. Tot op heden is dat ambtenaarschap nog steeds niet ingevuld. En mag je bijna constateren dat het derde rangs ambtenaren zijn. Speelt u in de staatsloterij? Ja. Heeft u alles de 100.000 gewonnen? Nee, nog niet helaas. Nee. Nog niet? Nee. Kent u iemand die die 100.000 wel eens heeft gewonnen? Nee, ook niet. Nee. Vindt u dat zelf niet een beetje merkwaardig? Nou, waarom zou het merkwaardig zijn? Wij hebben het vermoeden dat die 100.000 al jaren niet is uitgekeerd. Oh. Nou, dat zou niet zo leuk wezen, hè? Kijk, waar het ons om gaat bij de staatsloterij, en wat centraal staat in ons concept, dat is de kleine speler. De kleine speler, de eenvoudige man, juist in deze tijd. En als u zou weten wat het betekent om iets te winnen in de staatsloterij, in het gezin van de kleine speler. Het zijn vaak mensen die het verdomd niet leuk hebben. Een echt arme drommels, hè? En dan zo'n ook een eigen geldje. U zegt misschien maar 100 gulden. Ik zeg 100 gulden. Als u zou weten wat daarvan gekocht kan worden. Heeft u wel eens de 100.000 gewonnen? Nee, nooit. Het zou mooi zijn. Speelt u wel in de staatsloterij? Nee, is niet te betalen, hè? Nu is een van die klachten die wij hebben opgevangen, die luidt dat de top van die staatsloterij onevenredig zwaar bezet is. Ja, kijk, dat is een opmerking die nogal vaak gemaakt wordt en die zelden relevant is. Want u hebt geen idee wat er verder achter zit. Ik kan daar natuurlijk een heel lang verhaal over gaan houden, maar ik betwijfel toch of ik u dat duidelijk kan maken. Ik bedoel, hebt u enig idee hoeveel loten wij verkopen? Nee, 2 miljoen. Om die bij de mensen te krijgen en om ze er weer vandaan te halen, dat is natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid moeite. Dus dan kunt u wel zeggen, die top is te zwaar. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Hè. Er is bijvoorbeeld van de week is er een eigen geldje gevallen in Oost-Groningen. Die man, meneer Stroobaal of hoe die heet, die wilde natuurlijk voor Sinterklaas, wil hij dat hebben? En ik kan me dat voorstellen vanuit hem gezien, want het betekent voor hem een verdomde hoeveelheid geld. Dan moet toch dat hele apparaat moet in werking komen, dat moet daar zijn. Dan hebben we die trekking al gehad. Dus wij lopen hier op het hoofdkantoor op onze velgen, op onze wenkbrauwen. En dan moet dat nog naar Oost-Groningen. Gaat u maar door. Gaat u maar door. Dus die hele infrastructuur, die overheid die dat vraagt. Ik zou u kunnen vervelen met urenlange verhalen die u waarschijnlijk ook helemaal niet interesseren voor zover u ze zou begrijpen. Maar dat is natuurlijk heel erg duidelijk dat die top niet te zwaar is. Integendeel. Heeft u alles de 100.000 gewonnen? Nou, nooit. Als ik die maar gewonnen had, dan stond ik hier niet. Nee. Ik ga het nou ook weer een lot, maar het was weer niks. Kent u eigenlijk iemand die wel eens de 100.000 heeft gewonnen? Nee, ik kan het niet weten. Nee. Er moet eens zijn, zeggen ze. Nee, een keer een centje en een keer 25 gulden. Maar meer niet. Kent u iemand die wel eens wat heeft gewonnen?
In de staatsloterij? Jawel, die is hier wel. Die was vlakbij. Beerens. Ja, ergens in onze kenniskring heb ik gehoord dat een zoon van die dame, een vriendin van mijn vrouw. Hoeveel adjunct-directeuren zitten er precies bij de staatsloterij? Ja, dat zou ik u echt niet precies kunnen vertellen. Ik bedoel, er komen erbij, er gaan er weg. Ik hou dat niet van dag tot dag bij, hè. Nee. Maar volgens onze gegevens heeft de staatsloterij 1 algemeen directeur, dat is de heer Broccoli. Broccoli. En maar liefst 30 adjunct-directeuren. Nou, ik dacht dat er iets meer waren, maar nogmaals, ik hou het niet precies bij. Meer dan 30 nog? Nou, misschien. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Het is veel verloop, hè? Veel verloop, men gaat weg. De meeste mensen blijven niet langer dan een jaar, anderhalf jaar. Men gaat meestal weg nadat men de 100.000 heeft gewonnen. Ja, ja. Zeker, ja. Nee, goed, maar even serieus. Ik bedoel, men gaat weg omdat men zich kan verbeteren natuurlijk, hè? Ik geloof niet dat dat hier... Ja, ja, als u er zo over door... Ik geloof het in het verleden... Ja, het is 1 keer voorgekomen dat een van onze adjunct-directeuren een prijsje, en dan weet ik nog niet eens welk bedrag, heeft gewonnen. Ja. Nou heb ik hier een lijst met 26 namen van directeuren der staatsloterij, die ieder 1 of meerdere malen de 100.000 hebben gewonnen. En uw naam komt ook op deze lijst voor. Van Beumelen. Ja, meester H.T.M. van Beumelen. Ja. Ja, ik weet natuurlijk niet wat voor paparazzi u allemaal zo met u meetorst, maar... Ik bedoel, ik kan u echt verzekeren, zoals ik hier zit, ik echt nog nooit een prijs van 100.000 gulden in de staatsloterij heb gewonnen. Nee, dat klopt, meneer Van Beumelen, want op 14 september van het vorige jaar heeft u een prijs van 250.000 gulden getrokken uit de staatsloterij. Nou. Vindt u dat zelf niet een tikje toevallig? Het is natuurlijk toevallig. Natuurlijk is het, maar kijk, alles is toeval. Alles is, u moet goed begrijpen, wij zijn toeval. Wij handelen in toeval, wij zijn risico, het is 1 grote toevalsfabriek. Anders was er geen prijs meer bij, won ook nooit iemand. Het is allemaal toeval, natuurlijk. Als u dat zegt, dan hebt u daar natuurlijk gelijk in. Want het is allemaal toeval. Er is niets anders dan toeval. Het is het enige product. Enige product. Kijk, neemt u een getal. Voorbeeld, hè. Neemt u een getal. Neemt u een getal onder de 10 in gedachten. 5. 5? Precies. Had ik ook. Toeval. Onze nationale staatsloterij. De kans dat er nog meer mis is, is 1 op 2. Toch graag tot de volgende keer, hoop ik. Ik kan me van u ook voorstellen, maar u begrijpt ook onze rol. Stem dat naar denken. Ja, oké. En denk eraan, de vraag blijft toch volgens mij, wat is de aanbod to C? Dat is wel oké. Dat is wel hè? Ja. Machtig, wat een duifhoos, wat een duifhoos, oh, duifhoos, oh, oh, oh. Van een scheikebos. Dat ze dit toch al te ver vinden gaan, geloof ik. Dit vinden ze al te ver. Nou, ja, dan moet je weten wat ik eruit heb geknipt. Ja, laat ze even zien. Moet je even kijken. Kont. Luxieloze. Nee, u bent een... Konttrekker? Kontlikker. Een kontlikker bent u. Een zakkenvuller en een trekkingknoeier. U kent Broccoli niet, hè? U? Nee. Nee, dat begrijp ik. Ik wel. Dus ik weet wie dat zegt, hè? Weet u iets van de loterij in 81? De Darmstichting. De rol van Broccoli. Darmstichting? Nee, soms niets van bekend. Nee, weet u niet. Weet ik wel. En de meest gore, idiote rotpraatjes die met zijn rotkop naar mijn oom. Nee, ik ga daar gewoon niet serieus op. Ik geef hier geen commentaar op. Ik geef op dit soort uitspraken geef ik geen commentaar. Op dat soort vuile, van dergelijke lombroze hoerenloper als die Broccoli ga ik hier niet commentaar zitten geven. U heeft de indruk dat de heer... Ik ben niet afhankelijk van dit bedrijf. Ik kan zo weg. Ik kan altijd weg. Ze hebben mij overal. Darmstichting, Nierstichting, Lottoballetjes. Ik kan zo terecht. Waar die man het godsgore lef vandaan haalt, hè, om mij op een dergelijke manier in de zeik te trappen.
en in de stront te duwen. Ik zou die man ook het liefste, ik zou hem zijn ballen onder zijn reet vandaan willen trappen, onder zijn vette Leidse reet. Broccoli.